van rust. Als de morgen dan ons waakte, leek de stilte nog een ware rust. Daar in de verte luiden klokken, het was de kerk die mensen tot zich riep, om te luisteren naar Gods woorden, die de zondag voor ons allen schiep. Is het enkel nog de mammon dat de mens voor de ogen ligt? Weet men beter dan de schepper die zondag voor ieder gaf? Gaat het economisch minder? Is het misschien wel? De regeringen gaan zelf regeren en begrepen niet gebod zo klaar. Het was een dag aan hem te wijden, het bracht gezin weer dichter bij elkaar. Nu razen auto's overwegen en zijn winkels nu zo druk bezet. Ieder gaat zijn eigen gang maar, niemand stoort zich nog aan Godes wet. Waarom kon die dag niet meer zo blijven? Waarom werd God ontbreekt? Is het enkel nog de mammon dat de mens voor de ogen ligt? Weet men beter dan de schepper die zondag voor ieder gaf? Gaat het echo? Is het misschien wel een straf? Gaat het economisch minder? Is het misschien wel een straf?